Oké, wat moet ik nou doen? Oh, fuck. Waarom moest die domme oude man mij ook op een camera vast zien te leggen? Ik ben blij dat ik vrij ben, maar ik kan zulke dingen me niet veroorloven. Stel, ik word gepakt. Nou, ik moet misschien wel gewoon vluchten. Ik moet misschien wel naar een ander land. Een ander werelddeel. Ik weet het niet. Hoeveel geld hebben we nog? Want ik mag misschien wel minister zijn geworden, maar... Oké, ja, ik heb nog zat geld om met me mee te nemen in ieder geval. Maar goed, het is in ieder geval goed. Ik denk dat het verder wel goed loopt. Niemand heeft nog wat door. Alles is goed. Gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Eens even kijken. Oké, verdere taak. Hé, hey Leon. Hé, hey Don. Luc. Ja, hoi. Dit is misschien niet het beste moment om binnen te komen. Maar, wat moeten jullie? Nou, we hebben een paar vragen. Ja. Vragen? Oké. Loop even mee, want ik vind het een beetje een minder fijn plek om te zitten. Oké, willen jullie misschien wat te drinken? Nee, ik heb nog. Oké. Eens even zien. Hebben jullie de verbouwing nog een beetje kunnen zien dan? Of zijn jullie echt voor het eerst? Ik heb het een half meegekregen. Oké, ga even zitten zou ik zeggen. Ja, sinds Jeffrey nu dus weg is, heb ik zijn nieuwe baan gekregen. Begint hier goed op rolletjes te lopen. Maar goed, waarvoor waren jullie hier eigenlijk? Oh. Hoezo ben jij nu in één keer minister Infra dan? Ja, omdat ik... de oude die wilde het niet meer, die gaf het op. En nu heb ik zijn plek. En op gegevens aan jou. Weten ze helemaal niks over jou of zo? Hé, ik zal maar een beetje uitkijken met wat je zegt, oké? Maar Dom, waarvoor kwam je hier? Nou, om jou eigenlijk ook aan de ene kant te feliciteren. Oké. Infra. Oh, dankjewel. Jij natuurlijk ook met je nieuwe baan, want ik heb jou CEO gemaakt. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, het gaat helemaal goed. Maar ja, Luc, misschien moet jij nog een keer wat doen, want ik hoor de laatste tijd dat je echt je werk achter je laat liggen. Achter mij liggen, hoor. Ik werk me helemaal de pleuris. Oké, waarom krijg je dan allemaal negatieve rapporten over dat het in Qtraxia niet goed loopt, waar jij eerst op zat? En nu heb ik iemand anders er naartoe moeten sturen die het wel goed kan en jij het niet goed kan. Joh, je maakt het nu wel een stuk veel erger hoor. Ja. Dat is gewoon omdat je me niet mag. Niet mag. Je gedraagt gewoon altijd als een klootzak tegenover mij. Ik moest jou aannemen. Don heb ik aangenomen omdat ik hem vertrouw. Jou vertrouw ik echt totaal niet, zeg maar. Nou, dat maakt me niet uit. Ik doe mijn functie goed. Ik vind het wel prima zo. Je mag gewoon een keer wat leren respect voor mij te krijgen. Ik heb helemaal geen respect voor jou. Ik ben je baas. Je luistert naar mij. Ik ontsla je. Kom maar op. Ja? Oké, weet je wat? Weet je wat? Laat me. Hier, Don. Hier, pak dit. Hè? Hier wat kogels. Neem hem maar mee. Hè? Nu nog denken dat je zo'n grote mond hebt? Hè? Hoezo heb jij een gun bij je? Ja, ik... Ja, dat weet je best wel, hè? Je had me toch zogenaamd door? Nou, dit is de realiteit. Hang hier dus toch in camera's? Ja, tuurlijk. En ik ga jou meenemen. We nemen jou mee en we sluiten je op, zodat niemand meer last van jou zou hebben. Hey, Don, normaal doen. Wij kennen elkaar super lang. Nee. Hij luistert nu naar mij. Hij krijgt betaald door mij. Meer dan jij ooit zal verdienen. En ja, kom maar even mee. We gaan jou naar je nieuwe stekje brengen. Don, jij naaier. Nou oké. Hou een beetje een laag profile, want ik heb geen zin in om door mensen aangesproken te worden. Het is ook nog vrij donker, dus niemand heeft ook wat in de gaten. En als je maar één geel geeft, je keel ligt open. Begrepen? Ja. Oké, nou beter. Ik ben er ook al lang niet meer geweest in een industrial. Het is hier wel veranderd, of niet? Vertel eens even, wie zit hierop? Ik heb nog nooit met die vent gesproken in ieder geval. Robin zit er nu op. En doet hij het een beetje goed, of... Ja, hij heeft heel industrial is helemaal aan het vernieuwen. Ja, alles hij is doet het wel weer goed, verbouwen. Huh? Hij doet het wel weer goed, hè? Ja, hij doet wel weer beter dan jou in ieder geval, want Jay stelt vragen en hij niet. Sterker nog, ik heb nog nooit met hem gepraat. Maar goed. Oh. Waar zit zijn bouwbedrijf? Verderop hier, hoor. Ja, aan de rechterkant. Wacht. Volgens mij ben ik hier... Ik weet het alweer. Ik moest laatst subsidie geven voor hem om die fabriek en zijn bouwbedrijf te renoveren. Dus we kunnen wel even een kijkje nemen. Misschien kunnen we jou wel eens een kokend hete vat gooien met allemaal water en zo. Want kijk, ze hebben toch allemaal pijpen. Dus er zal wel iets met kokend water moeten zijn, hè? Of niet? Doe normaal, man. Ja? Ik kan hier toch wel achter. Wie wil erachter komen dan? Er zijn hier nergens camera's. Ja, alleen daar. Maar voor wat zij verder... Nou, ze zullen me vast wel missen, hè? Ja, jou missen? Nee. Nou, wat denk je van Tim dan?
Tim? En wat wil Tim doen dan? Ach, die komt er snel genoeg achter. Ja, nou, niemand weet in ieder geval wat jouw taak verder is. Want ik zeg gewoon dat jij op reis bent naar een ander land om daar een studie te vervullen of zo om hoger op te komen. En eventueel mijn baan te kunnen pakken. Dus ik heb overal wel een smoesje voor klaar liggen. Jij bent echt een naaier. Ja, dat ben ik ook. Kom maar mee. Maar goed, waarom wilde je me überhaupt al zo benaderen? Denk je dat ik één stuk smerig ventje ben of zo? Weet ik veel. Nou, ik hielp door gewoon. Ik dacht van, nou ga gezellig even naar onze baas toe. Nee hoor. Ted ja. Naaien me gewoon. Gewoon ja. Smoesje hierheen leiden, joh. Maar jij bedreeg me er ook bij dat je me informatie zou gaan lekken over dat ik een zogenaamde crimineel zou zijn. Ja, kijk. En nu zijn we hier gekomen. Nou, welkom in mijn loods. Wie weet heb ik het al doorgegeven. Jij hebt nog niks doorgegeven. Hey, kom eens terug. Ja, kom eens even snel terug. Hou maar goed bij de hand. Oké, ik doe de deur open. En dan laat jij maar even onder schot naar binnen lopen. Kom maar, jongen. Loop maar naar binnen, jij. Smiecht. Kom maar. Goed zo. Oké, je gaat nou eens even goed nadenken over wat jij hebt gedaan. En wat jij hier verder met je leven zal gaan doen. Begrijp mijn je dat? Mijn leven, jongen. Ik trap gewoon die deur door. Ja, deze deur. Die zit vast met 20 sloten. Nou, dat is ook al misschien wel een beetje overdreven met 5. Maar goed, het maakt niet uit. Kom maar even mee. Ik heb dit, zoals ik kan laten zien, expres in elkaar laten storten. En zoals ik kan zien, heb ik hier een paar planken. En voilà, je komt in mijn geheime kelder. Entree. Welkom. Hier zal jij in deze kisten zal jouw voeding zitten. Ga maar lekker in een hoekje plassen, want het stinkt hier toch al zoals je kan ruiken. En dan spreken we elkaar nog wel over een paar, nou wat zou ik zeggen, weken. Totdat jij je een beetje door hebt hoe jij je tegen mij moet opstellen. Begrijp je dat? Also, dit kan je niet maken, man. Dit kan ik wel maken. Hoezo kan je dit maken, jongen? Ze zijn het echt wel door, hoor. Ja, we zien het dan nog wel. Luc, we zien je nog wel. Ah, ja. Don, kom maar mee. Don, doe dat alsjeblieft niet. Nee, blijf hier jij. Als je hier probeert uit te komen, dan zoeken we je nog wel even op. Oké? En dan breken we wel meer dan alleen jouw carrière. Kom maar mee, Don. We gaan naar boven. Tot ziens, meneer Bouwertje. Even fuck de jou. Sloten erop doen. Zo. Oh. Ja, die komt er niet meer uit. Toch? Of wel? Ja, nou, ik vertrouw hem sowieso al niet. Maar goed, we moeten wel even iemand hebben die hem dagelijks controleert. Dus als je gewoon elke dag rond het avonduur, dat net de zon onder is, dat jij er even langs gaat, hem even die pistool in zijn mel duwt en even zegt van, zo zit het, dan komt het denk ik wel goed. Ja, inderdaad, het komt wel goed. Maar vertel eens, hoe ken jij hem eigenlijk? Want hij zegt dat hij jou wel kent. Ik hoop in ieder geval dat er geen problemen tussen ons zullen veroorzaken, want ik betaal hem natuurlijk nog wel het dubbele. Nee, dat komt wel goed. En we hebben elkaar leren kennen vanaf vroeger. Klein. Oké. Dus je hebt nog niet echt een goede verbintenis met hem? Of is hij altijd zo'n klootzak tegen jou? Of? Ja, de laatste tijd is het wel meer geworden. Oké. Nou, weet je, over een paar weken halen we hem er wel uit. En dan hopelijk staat hij nou aan onze kant. En dan kunnen we hem in ieder geval bij de Blue Street recruteren. Want op dit moment ben ik nog steeds bezig om die Samal van zijn troon af te stoten om zijn imperium over te nemen en lekker wat centjes te verdienen. En je weet het, minister zijn van infrastructuur is natuurlijk ook wel goed betaald. Maar er kan altijd wel wat bij. Ik denk dat jij ook wel zo denkt, of niet? Ja, daar heb ik wel behoefte aan. Oké, goed om te horen. Dan gaan we hier maar snel uit, want ik word echt helemaal naar van deze plek. Ik vind Industrial sowieso niet echt een fijne plek om te wonen. Oké, dus je weet het, loods 1A... 17 IBS DBS. Kan je dat onthouden? Ja, komt goed. Oké, dan spreek ik je later nog wel. En even nog over die bouw en zo, over hoe het allemaal staat. Laat gewoon even je eigen project volgen en dan kijken we wel hoe we de rest moeten aanpakken. Ik neem aan dat je gewoon verder met bouwaanvragen gewoon goed bijloopt. Ja, alles loopt helemaal op rolletjes. Oké, en stel ze mogen vragen stellen, zeg maar gewoon, ja, Leon heeft hem op een langdurige vakantie gestuurd. Dan weten ze voldoende in ieder geval. Ja. Is goed, komt goed. Oké, tot ziens. Doei. Oké, nou, dat is gelukkig gefixt. Van die luxe zullen we de eerste tijd even niks meer horen.